Dit is Gelderman. Dit is zijn vrouw. En dit zijn zoon Klaas. Gelderman heeft een weidebedrijf van 11 hectare. Hij houdt 20 melkkoeien. Reeds vroeg in het voorjaar wordt kunstmest gestrooid. Gelderman doet dit met de hand. Voor een goede verdeling moeten de loopbanen even breed zijn. Strooien met de hand is bovendien een zwaar werk. En daarom doet buurman Bond dit liever met de machine. In plaats van stikstof kan ook een gierbemesting worden gegeven. Om de gier uit de kelder te krijgen is een pomp nodig. Daarvoor zijn verschillende typen geschikt. Voordat het vee in de weide wordt gelaten, wordt de afrostering gecontroleerd. Dit is nodig om tijdens de weideperiode zo min mogelijk last van storing te krijgen. Gebarsten of gebroken isolatoren worden door nieuwe vervangen. Porseleinen isolatoren zijn het beste. Nu kan het vee worden uitgelaten. We zullen eerst de verschillende handelingen demonstreren. Dit is de voorbehandeling. Het losse vuil wordt van flank en uier verwijderd. Met een tweede schone doek worden de tepels afgedroogd. Bij het aanbrengen van het hangende apparaat houdt de hand onder de buik van de koe het handvat vast. De hand die zich het dichtst bij de achterpoten van de koe bevindt, zet de tepelhouders aan. Om het apparaat af te nemen, haakt men het handvat uit de beugel. Men slaat de arm om de tepelhouders heen en laat de tepelhouders op de arm liggend iets lucht zuigen, waardoor melkmorsen wordt voorkomen. Het Texas melkstoeltje bewijst goede diensten. Snel en krachtig namelken bevordert een vlotte afgifte van de melk. Een juiste handgreep is daarbij van groot belang. Om een goed inzicht te krijgen in de indeling van het werk, zullen we beginnen bij de controle op het apparaat aan koe nummer 2. De melkstroom is door het doorzichtige deksel duidelijk waar te nemen. Het apparaat moet worden afgenomen zodra de regelmatige melkstroom ophoudt.
Na het afnemen van de vacuümslang bij de laatste koe wordt het apparaat geledigd. De tepelhouders worden doorgeborsteld. Zij moeten hierbij onder water worden gehouden. Door middel van dit sterilisatierek is het mogelijk de ruimte tussen beker en voering droog te houden. In dit goed geventileerde hokje kunnen de apparaten ook bij warm weer koel bewaard worden. Bij het melken met de machine is de organisatie van het werk van groot belang. Maar het is zeker niet minder belangrijk het karakter van elke koe te kennen. De praktijk heeft bewezen dat met de methode één persoon, één apparaat de beste resultaten worden bereikt. Mestplakken moeten zo spoedig mogelijk worden verspreid. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Gelderman doet het met de vork of met de weidesleep. Welk type sleep u wilt gebruiken hangt onder meer af van de grondsoort. Een weidesleep werkt bovendien zoden verbeterend. Gelderman houdt op zijn bedrijf twee paarden. En het grasmaaien doet hij met een tweepaars maaimachine. Voor het bijeenbrengen van kuilgras geeft een zijaanvoerhark grote arbeidsbesparing. Het gras wordt zo bijeengebracht dat bij het laden zo weinig mogelijk heen en weer gelopen hoeft te worden. Jonggewonnen gras moet met zorg worden ingekuild. Stap in, maar die is hier duur. Inkuilen met AIV-zuur is een goede methode. Zo doet Gelderman het. Jammer dat hij geen broes op de slang heeft gezet. Het gebruik van een zuurmixer, die in de fles met zuur wordt geplaatst en op de waterleiding wordt aangesloten, is gemakkelijk. Weliswaar heeft deze methode enkele bezwaren,
maar toch niet zoveel bezwaren als het werken met een gieter. Het inkuilen volgens de harde landmethode is bijzonder goed. De machines worden meestal in coöperatief verband gebruikt of door loonwerkers geëxploiteerd. Met goed hooiweer geeft het drogen geen moeilijkheden. Na het keren en het schudden is het hooi spoedig zover dat het bijeengehaald en ingeschuurd kan worden. Bij wisselvallig weer, en ook omdat het hooi weer nat kan worden door de dauw, moet het, als het droog genoeg is, 's avonds in kleine oppers gezet worden. Als het de volgende dag mooi weer is en de dauw op het land is opgedroogd, worden de oppers weer uit elkaar gegooid. Jong gras droogt moeilijker en besterft langzamer. Daarom is in ons klimaat bij vroeg maaien het gebruik van ruiters onontbeerlijk voor het winnen van een goed product. De ruiters behoeven niet duur te zijn als u ze in minder drukke tijden zelf maakt. Ruiteren is nodig als geil gras in jonge toestand is gemaaid of als u vroeg in mei of laat in de zomer hooi wilt winnen, maar ook als het met het weer in de zomer tegenloopt. In het algemeen zetten we het hooi op ruiters als het goed winddroog is. De ruiters moeten natuurlijk goed gebouwd zijn. Dit geldt zowel voor de vierpoot- en de driepootruiters als voor de dakruiters. Bij vier- en driepootruiters moet de ruimte die door de liggende stokken wordt ingesloten ongeveer 1 vierkante meter groot zijn. De lichtstokken zijn dan een halve meter boven de grond. De eerste lokken worden meestal met de hand opgelegd, waarbij u ervoor moet zorgen dat de onderste lagen niet te dik en niet te breed worden. Verder moet in het midden van de ruiter ruimte overblijven, zodat er een goede trek ontstaat. Ook de kop van de ruiter vraagt een goede afwerking. De uiteinden van de liggende stokken moeten nog juist zichtbaar zijn. Onder de ruiter is voldoende ruimte nodig voor goed drogen van het hooi. Een hooischuiver kan vooral goede diensten bewijzen als u vrij veel hooi bijeen moet brengen, bijvoorbeeld voor de dakruiter. Ook voor dakruiters is een goede, niet te vlakke stand belangrijk. Bij het opladen van de dakruiters worden de onderste lagen weer met de hand gelegd.
Het eerste hooi wordt tegen de poten vastgedrukt en tussen de droogstokken geplooid. U moet de ruiter zo snel mogelijk opzetten en erom denken dat hij niet te zwaar beladen mag worden. De dakruiter moet van binnen goed open zijn. Vooral in een omgeving met veel bomen verdienen dakruiters de voorkeur omdat er meer trek in zit. Ruiters vormen een onmisbaar hulpmiddel bij de hooioogst en ze mogen op geen enkel bedrijf ontbreken. Op goed opgezette ruiters is het hooi reeds voor 90% geborgen. En vergeet u niet, deze ruiters nemen maar een gedeelte van het perceel in beslag, zodat u op de rest kunt blijven doorwerken. Een boer vindt het natuurlijk wel eens vervelend dat de ruiters lang op het land moeten blijven staan. Bovendien begint het nagras weer aan groei te komen. Maar ook daarop heeft men wat gevonden, namelijk de ruitersleden. Hier is de ruiter voor het laden op de slede geplaatst, welke langs de wiers wordt gereden. Direct na het laden worden de ruiters bij elkaar gebracht. Een enigszins andere methode, welke echter hetzelfde beoogt, is het vooraf optassen en later bijeenbrengen van de ruiters. Ook kunt u een aantal dakruiters op een lange rij plaatsen, waardoor u tevens het gevaar van afwaaien beperkt. Door het bijeenbrengen van de ruiters en het aanbrengen van een afrastering is het mogelijk het hooi zo lang als nodig is te laten staan en toch de koeien weer in te scharen. Voordat u het hooi binnenhaalt, moet u controleren of het droog genoeg is. Is het hooi geheel droog, dan kan het op grote hopen worden gezet. Voor het bijeenbrengen kunt u van verschillende hulpmiddelen gebruik maken. Het zogenaamde tiemen wordt onder andere in Friesland en Noord-Holland toegepast. Op deze wijze trekt men in een minimum van tijd een flinke hoop bij elkaar. De tiemen vereist weliswaar enige ervaring en vakmanschap, doch het geeft een aanzienlijke arbeidsbesparing. Wat niet op dezelfde dag kan worden ingeschuurd, wordt zo gezet dat het wel een regenbui kan verdragen. Hoewel het risico nog niet geheel is uitgesloten, kan toch wel gezegd worden dat het hooi van goed afgewerkte roken voor 90% binnen is. Maar als de omstandigheden het toelaten, wordt het binnenhalen toch niet te lang uitgesteld. Ook voor het goed laden van de wagen is ervaring en vakmanschap nodig. De ponderboom moet zo stevig mogelijk worden aangehaald. Weer gaan enkele volle wagens wintervoer huiswaarts. De koeien nemen vast een voorproefje. Het met de hand lossen behoort tot de zwaarste werkzaamheden van de hooibouw en vraagt veel arbeidskrachten. Om dit werk vlug te doen verlopen, maakt men dikwijls gebruik van de hooigrijper, een eenvoudig werktuig waarvoor de trekkracht door een paard wordt geleverd.
Het is zaak dat u het hooi in het hooivak of in de berg voldoende losschudt en goed opzet. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een transporteur. Of van een hooiblazer. Een bijzondere methode is het gebruik van de zogenaamde hooisleep of hooikros. Met behulp van een touw wordt de hoop in zijn geheel op de daarvoor speciaal geconstrueerde wagen getrokken. Bij te vroeg binnenhalen bestaat de kans dat het hooi gaat schimmelen. Of, wat minstens even erg is, dat er hooibroei optreedt. Broei is verraderlijk. In het ene gedeelte kan weinig broei optreden, op een andere plaats daarentegen kan het hooi sterk broeien. Als we de temperatuur opnemen, moeten we ons dus niet tot één plek beperken. Loopt de temperatuur te hoog op, dan is uithalen geboden. Zelfs voordat uithalen nodig blijkt, is de voederwaarde reeds sterk achteruit gegaan. Hooi is wat u ervan maakt. En alle zorgen die aan het winnen van dit product worden besteed, zijn wel besteed. Want hooi is de basis voor een goed rantsoen. Wie het gewas oogst, zo zegt een oud geloof, berooft de akker van zijn vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid wijkt terug tot in de laatste halmen op het veld. Die worden daarom met enige feestelijkheid geoogst. Men vormt daaruit een figuur die overal in Europa als de oude vrouw wordt aangeduid. En hier in Gelderland met het Olde Wief. Dit symbool, dat ook wel roggemoeder heet, moet worden teruggebracht naar de boer, opdat de vruchtbaarheid van het veld bij hem zal blijven tot de volgende inzaai. Kamperboeren brachten hun hooi naar de stad. Als in de middeleeuwen bezat Kampen voor 1930 namelijk nog vele stadsboerderijen. De hooiwagens reden de burgwal op of de Groene Straat in, waar tussen de deftige herenhuizen deuren waren die toegang gaven tot de stallen die achter de huizen waren gebouwd. Later is men begonnen de stadsboerderijen te verplaatsen. De hooibergen stonden tussen de huizen. Men zag er de staande oorijzers toen nog veel als stadsdracht. Nu zijn ze alleen nog in zwang in Staphorst, Rauwveen en Deurenspijk. Hoe meer krullen, hoe rijker de boerin. De hooibert van Nederland is, ook in onze dagen nog altijd, Genemuiden, waar rond kerk en kerkhof een veertigtal hooibergen staan. Bij hooibroei is dat niet eens ongevaarlijk. Er is zelfs nog een straat waar niet mag worden gerookt. Het vreemde stadsbeeld ziet men het duidelijkste wanneer de hooibergplaatsen nog maar gedeeltelijk zijn gevuld.
In Groningen viel reeds jaren voor 1926 bij de koolzaadoogst iets opmerkelijks te zien. Een begin van mechanisatie bij de landbouw. Dorsen met het blok. Om te beginnen wordt het zaadkleed gespreid. Een zwaar en kostbaar stuk linnen dat men huurde van de zaadkleedboer. Het blok wordt van de wagen gerold en ter plaatse gemonteerd. Oplegsters vullen de draagkleden en brengen het koolzaad aan dat door de koning in een cirkel op het kleed wordt gelegd. De aanvoer gaat onafgebroken door. Schudders keren het koolzaad zo vaak het blok eroverheen is gerold. Als het uitgedorst is, wordt het stro van het kleed verwijderd. Hoog gooit men het op, zodat de losse zaakjes er tussendoor kunnen vallen. Ritmisch klinkt het eentonige arbeidslied, hei omhoog, hei omhoog. Waar het kleed beschadigd is, wordt het onmiddellijk hersteld. Met schuifborden wordt het zaad nu overgeschoven naar het schoonkleed. Ook het wannen is al gedeeltelijk gemechaniseerd. Oogstwerk in Groningen was B-werk, werk zonder betaling, waartoe men werd uitgenodigd. Geen wonder dus dat de boer zijn hulpvaardige buren een royale maaltijd placht voor te zetten waarvoor houten borden werden gebruikt. Terwijl het werk op het land voortging, vorderde het werk in de keuken. Kostelijke hammen werden in flinke plakken gesneden. Er was beschuit in melk en klont, een soort Jan in de zak. Een meelgerecht dat als het gaar was alleen kon worden gesneden met een touwtje, gedoopt in stip. Intussen vertrekken de hongerige mannen en vrouwen van het veld. Koolzaadstro is tot een berg opgehoopt en in brand gestoken om de buurt te doen weten dat de boer met medewerking van zijn dorpsgenoten zijn oogst binnen heeft. In de nazomer
is het tijd om stalmest uit te rijden. Hier gebeurt het volgens de oude methode. Omdat stalmest op grasland zeer fijn verdeeld moet worden, is deze manier moeizaam en tijdrovend. Sommige boeren gebruiken een hooischudder die ook geschikt is om stalmest fijn over het land te verdelen. Deze machine geeft veel tijdsbesparing. Gelderman ziet meer perspectief in deze mest verspreiden, omdat deze machine niet alleen veel tijdsbesparing geeft, doch ook de mogelijkheid biedt een geringe hoeveelheid zeer fijn over het land te verdelen. Daardoor kan hij zijn gehele bedrijf 2 keer per jaar een stalmestgift geven. Langzamerhand is de tijd weer aangebroken om het vee op te stallen. Dan is tevens de tijd gekomen om sloten en greppels een goede beurt te geven. Vroeger geschiedde dit werk geheel met handgereedschap. Een zware en tijdrovende arbeid. Tegenwoordig hebben we daarvoor greppelsnijders, greppelploegen, greppelfrezen en andere. Welke hiervoor het meest geschikt is, hangt van de grond en van de greppel af. Gelderman gebruikt zowel voor zijn greppels als sloten een slootkantensnijder. Na dit werk steekt Klaas de losgesneden kant aan stukken, waarna Gelderman deze op de wal trekt en de ingetrapte kanten aanvult. Het is niet alleen van belang dat de kanten goed schoongemaakt worden, de sloot moet ook voldoende diep zijn. Het uitdiepen kunnen we doen met een houw- of baggerbeugel. Dit werk kan ook machinaal gebeuren. Hulp van coöperatie of loonwerker is hierbij natuurlijk nodig. Gelderman heeft weliswaar veel werk op zijn intensief bedrijf. Maar toch is er voldoende tijd om het werk te onderbreken. Straks met frisse moed weer verder.